Home by Harvest Ministries. Elk jaar hebben we de Zwarte Pieten discussie, hè? Dus het hele jaar hoor je niks en dan tegen de tijd van Sinterklaas dan begint iedereen weer zijn mondje te roeren over wel of niet Zwarte Piet en dat soort. Maar weet je dat je dat ook met het kerstfeest hebt? Vooral degene die een beetje met christelijke sites en zo bezig zijn. Het valt me op dat elk jaar, dan krijg je weer de discussie van, moeten we wel op 24, 25 kerst vieren? Want dat klopt bijbels helemaal niet. Allerlei argumenten worden dan over en weer gegooid van waarom het niet op vandaag moet, hè, dat we het vandaag vieren. Kerstbomen, dat is occult. En wat je dus krijgt, je krijgt een hoop geruzie op internet en al die fora. En dan krijg je discussies over wel of niet. En daar ga ik het niet over hebben. Als jullie willen weten wat precies de reden is waarom we nu kerst vieren en hoe God het bedoelt had, ik zou zeggen, kijk op de website, ik heb daar een onderwijssessie over. Maar waar ik het wel over wil hebben is, Paulus die zegt namelijk van, dat we ons daar niet mee bezig moeten houden. Hij zegt van, dat je moet je niet laten bekritiseren over wat je eet of drinkt. En of je wel of je niet aan feestdagen of rustdagen houdt. Dat soort dingen zijn immers maar tijdelijk, zegt hij. Waar het om gaat, waarom we vanavond hier bij elkaar zijn en waarom we dit vieren met elkaar, gaat vele malen verder dan voldoet het aan alle protocol. Zitten we wel op de juiste datum? Ik zag toevallig van de week dat wij ook helemaal niet in 2018 leven. Hè? 2024 zouden we leven. Dus er klopt sowieso niks van. Als we denken dat we dingen heel goed doen, dan klopt het gewoon niet. Dus je bent al veel ouder dan dat je dacht. Maar het gaat daar dus ook niet om. Het gaat God niet om, doe je het precies goed zoals het moet. Het gaat erom, wat is de kern van het verhaal? Waarom kwam Jezus überhaupt naar deze wereld? Wat heeft hij gedaan? En daar gaat het eigenlijk om. Nou, ik wil jullie een tekst laten zien. We hebben hem geproclameerd. Hè, wat in Jesaja 9 vers 5 staat. Er staat, want een kind is ons geboren. Een zoon werd ons gegeven. En de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Dus de reden waarom Jezus kwam, is om heerschappij uit te oefenen. De reden waarom Jezus kwam, is om zijn koninkrijk te vestigen hier op aarde en in de hemel. Een totaal regime van God, om het zo maar te zeggen. En dan staat er verder, dit zullen zijn koninklijke titels zijn, wonderbare raadgever, machtige God, vader der eeuwen, vorst van de vrede. Aan zijn groeiende en vredevolle bewind zal nooit een einde komen. Dus toen Jezus kwam, 2000 jaar geleden, toen startte vanaf dat moment het koninkrijk van God. Alleen, toen hij voor Pilatus stond en Pilatus tegen hem zei van, ben jij een koning? Toen zei hij van, ja, ik ben een koning, alleen ik ben niet een koning van deze wereld. Ik ben niet van een aards koninkrijk. Ik ben koning van een geestelijk koninkrijk. En dat is waar wij deel van uitmaken. Op het moment dat Jezus in je leven komt, dan stap je in dat koninkrijk van God. En dat heeft niks te maken met wat hier op aarde gebeurt. Dat is een geestelijk ding. Vandaar dat we ook zongen in een van die liederen van, het is een geestelijk leven. Je leeft voor eeuwig met God. En dat is veel belangrijker. Dit lichaam, dat is maar tijdelijk. De ene wordt 30, de andere 60, 70, iemand 100. Maar dan is het ook wel voorbij. Maar wat binnenin zit, dat koninkrijk van God binnenin, dat is eeuwig. En daarom is zo van belang om daar deel van uit te maken. Daarom is zo van belang om te begrijpen waarom Jezus naar deze aarde kwam. Kijk, hier staat het, hè. Zijn groeiende en vredevolle bewind zal nooit ten einde komen. Dus het loopt alsmaar door, het blijft groeien. Sinds die tijd, sinds Jezus is gekomen, is het alleen maar aan het groeien. En er staat er, hij zal alle volken van de wereld echte rechtvaardigheid en vrede brengen. Iedereen hunkert naar vrede. Iedereen hunkert naar liefde. Iedereen hunkert naar dat we gezamenlijk optrekken, de hele mensheid. Maar wat we ook proberen, het lukt niet. Maar Jezus Christus, de belofte is in de Bijbel dat hij het gaat bewerkstelligen. Maar hij gaat het niet van bovenaf opleggen. Nee, weet jullie wie het gaat doen?
Hier staat het onder andere, hier staat het. En dit alles zal gebeuren omdat de brandende liefde van de Heere van de hemelse leger zich heeft voorgenomen dit te doen. De reden waarom Jezus is gekomen, de reden waarom we dit met elkaar vieren, is vanwege de liefde van God. En niet zomaar een liefde, vurige liefde. Dus wat God wil doen in deze tijd en sinds hij gekomen is, is dat hij die liefde van hem, van God, wil uitstorten in onze levens. En dat is wat er gaat gebeuren. Dat naarmate wij meer en meer gaan groeien naar het beeld van Christus, zal deze wereld gaan veranderen. Steeds meer mensen zullen gaan wandelen in de liefde van Christus. Dat is wel een proces, er gaan jaren overheen. Kijk maar naar je eigen leven, hoeveel moeite het kost om te groeien in Christus. Maar daar begint het. Het begint bij jezelf. En we zullen zien dat, ik zal het laten zien vanavond, dat als je daarin gaat wandelen, dan gaat wel degelijk wat hier beloofd is, gaat plaatsvinden. Alleen het gaat niet van bovenaf worden opgelegd, het gaat door ons heen gebeuren. Het gaat door het lichaam van Christus gebeuren. Door elk kind van God op deze aarde gaat God dit realiseren. Nou, als je kijkt naar deze tekst, Johannes 17 vers 21 tot 23, daar staat, laat hen allen eens zijn. Dit is het gebed van Jezus dat hij bad naar God, hè? En dan zegt die Heere, laat ze alle eens zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen ook zo zijn in ons. Opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij. Dus God en Jezus, God de Vader en God de Zoon. Ik in hen en u in mij, dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden. En dat u hen lief had zoals u mij lief had. Wat je dus hier ziet, is dat de Bijbel zegt van, als wij één zijn, als wij eens zullen zijn zoals Jezus in de Vader is, en wij zullen één zijn met elkaar in liefde, dan zal de wereld begrijpen dat u mij gezonden heeft. Dus de Bijbel leert eigenlijk dat als wij veranderen, dat dan de wereld gaat herkennen dat Jezus echt is. En wat hebben we ervan gemaakt vaak? Dat we gaan evangeliseren, we gaan getuigen en we zeggen van alles. Maar ondertussen haten we elkaar, ondertussen doen we vervelend naar elkaar. Ondertussen kunnen we het daglicht in de broer of zus niet, hè, dat gunnen we niet. Maar we proclameren wel Jezus leeft enzovoort enzovoort. Maar dat zal de wereld niet overtuigen. Wat de wereld zal overtuigen is als wij één zijn en in liefde wandelen. Dat zal de wereld overtuigen. Kijk naar deze tekst. Johannes 13 vers 34. Dit is een nieuwe opdracht die ik u geef. Heb liefde voor elkaar. Heb elkaar net zo lief als ik liefde voor u heb. Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat u mijn discipelen bent. Zie je dat? Dus de reden waarom Jezus kwam is om Gods liefde in onze harten uit te storten. En dat we zouden gaan leren om in liefde te wandelen. Dat we zouden worden zoals Jezus. Daarom zie je ook in de eerste gemeente, toen Jezus gekomen was en dat de gemeente begon, de kerk begon. Dan zie je dat mensen die wandelden in liefde, ze deelden alles met elkaar. Ze kwamen bij elkaar thuis, dagelijks staat er zelfs. En het was één familie waarin ze samen aten, ze dronken, ze vierde feest, ze hadden het avondmaal. Op allerlei manieren waren ze betrokken. En het was niet alleen maar geestelijk dat ze bezig waren. Ze hielpen elkaar. Ze waren één geestelijk gezin van God. Het maakte niet uit of je man, vrouw was. Of je nou Jood of Griek was. Waar je vandaan kwam. Allemaal werden ze één in Christus. De reden waarom we met HGN zijn gestart. Voor degene die dat niet weten. We zijn begonnen met een netwerk, Harvest Global Network. We geloven namelijk dat de kerk niet zozeer een gebouw is waar je elke zondag bij elkaar moet komen, maar dat het veel meer een netwerk is, een lichaam, dat zich uitreikt naar de wereld om zich heen, zoals Jezus dat ook deed. En in zo'n netwerk geloven wij dat als je daar samenkomt bij elkaar, en wat ik merk gewoon is dat we nog steeds erg behept zijn met het kerk idee. Zelfs als we in netwerken of bij elkaar thuiskomen, willen we nog een beetje dat meenemen. Maar eigenlijk moet je dat volledig loslaten en je moet begrijpen dat Gods bedoeling was dat we in liefde met elkaar zouden wandelen. Dat als we bij elkaar thuiskomen,
Dat het gezellig is, dat we elkaar toerusten, dat we voor elkaar bidden, dat we elkaar helpen. Dat het gewoon feest is om met elkaar samen te zijn. Net zoals een natuurlijke familie, hè, een goede familie, want veel families hebben ruzie onderling, maar een goede familie, dan zie je naar elkaar uit om met elkaar om te trekken en bij elkaar te zijn. En zo had God ook bedoeld dat het zou zijn vanuit zijn geest, vanuit dat geestelijke koninkrijk. En dan zullen de mensen begrijpen dat Jezus leeft. Doordat ze zien hoe wij als christenen, als volgelingen van Jezus, als zonen Gods, hoe wij met elkaar omgaan, dat we in liefde wandelen. En dat is de reden waarom Jezus dus gekomen is. Hij is gekomen om deze wereld te verzoenen met God. En door die verzoening is het dus mogelijk om te wandelen met God. En door met God te wandelen gebeurt er van binnen iets nieuws. Je wordt opnieuw geboren. Hè? Het is als een lichamelijke geboorte, alleen is dat nu geestelijk. En van de buitenkant lijk je misschien nog hetzelfde, maar van binnen ben je volkomen nieuw. En Gods bedoeling is dat we opgroeien en dat zijn koninkrijk in ons, zijn liefde in ons, dat alleen maar sterker en sterker gaat groeien en tot ontwikkeling komt, zodat het jezelf verandert, maar dat het ook mensen om je heen begint te veranderen. En dat is het grote feest van Kerst. En we zien de resultaten tot om vandaag. Ik bedoel, kijk naar de hele wereld. Tuurlijk, er is heel veel ellende en er zijn heel veel dingen die misgaan. Maar als je kijkt, sinds Jezus is gekomen tot heden, zijn er dingen zo goed ten positieve veranderd. Hè, ik heb er vorige keer over gehad. 100 jaar geleden hadden de vrouwen nog geen stemrecht. En het zijn christenen geweest die dat geïntroduceerd hebben, die er daarvoor gepleit hebben. Als je kijkt naar de kunst, als je kijkt naar zoveel ontwikkelingen in deze wereld, het is allemaal gekomen door christenen. Als je kijkt naar alle humanitaire organisaties, naar alle ziekenhuizen, universiteiten, altijd waren daar volgelingen van Jezus die daaraan ten grondslag lagen. En Jezus Christus in ons verandert ons naar mensen die vanuit liefde willen wandelen en zullen wandelen. Een nieuwe opdracht geef ik u. Een nieuw gebod staat er in een andere vertaling. Eigenlijk zegt Jezus, alles wat je geleerd hebt over geboden, vergeet dat maar. Want ik geef je een nieuw gebod. Toch? Want ik bedoel, waarom zou het nieuw zijn? Want dan het oude komt te vervallen, zegt de Bijbel, als iets nieuws is gekomen. Dus het enige waar we nog op moeten focussen, is dat we liefde voor elkaar hebben. Dat we liefde naar elkaar toe ontwikkelen. En terwijl ik dit zeg, besef ik hoe moeilijk dat is. Het is leuk om mensen lief te hebben die ook net zo leuk en aardig zijn als jij. Tenminste, dat denk je dan altijd, hè? Dat jij wel lief bent. Maar dat is wat het verschil zal maken. En de reden waarom God me dit op mijn hart heeft gegeven om vanavond aan jullie mee te geven, is omdat ik denk dat we daar ons op moeten gaan focussen. We moeten ons niet zozeer focussen op, doen we het altijd goed? En hè, hebben we de juiste kerstboom of juist niet? Doen we het op de juiste datum of niet? Al dat soort dingen is veel minder van belang. Waar het om gaat is, wandelen we in liefde met elkaar? Kunnen we werkelijk elkaar lief hebben zoals God heeft bedoeld dat we elkaar zouden lief hebben? Hij zegt het hier ook, hè? Heb voor elkaar net zoveel liefde als ik voor u heb. Nou, hoeveel liefde had Jezus voor ons? Hij was bereid voor ons te sterven. Hij is voor ons gestorven. Dus God zegt eigenlijk van, we moeten diezelfde bereidheid ontwikkelen, dat we bereid zijn om te sterven voor een ander. Nou, dat is heel erg veel gevraagd. En ik moet je ook heel eerlijk zeggen, ik kan dat niet van mezelf. Ik weet niet wie dat wel kan, maar ik kies toch heel vaak snel voor mezelf. En dat is dan ook de frustratie, want God roept ons op aan de ene kant om in liefde te wandelen, aan de andere kant weten we hoe moeilijk dat is. Maar vanavond heb ik een aantal praktische tips voor jullie. Hoe je daar dus in kunt gaan wandelen. Ja? Want het kan echt. Want als het niet kon, had God ons niet ertoe opgeroepen om het te doen. Amen? Hij houdt ons geen worst voor die we nooit kunnen grijpen. Nee, hij zegt van, hey, jullie zijn nu een nieuwe schepping. Ik woon in je, mijn geest woont in je. Je bent nu deel van het koninkrijk van God. En vanaf nu kun je gaan groeien. En je kunt je ontwikkelen zoals ik ben, zoals Christus is. En dan zal de wereld weten waarom Jezus gekomen is. Dan pas zullen ze het herkennen. Al ware het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar ik had de liefde niet,
Ik ware schallend koper of een rinkelende cymbaal. Vroeger als ik deze tekst las, vond ik zo confronterend, hè? Dan denk je, dan ga je met je goede gedrag. Probeer je van alles. En je bent eigenlijk gewoon schallend koper of een rinkelende cymbaal. Dit is heel confronterend. De Bijbel zegt, al sprak je met de tongen der mensen, al kon je verschrikkelijk mooi de dingen vertellen. Hè? Maar je had geen liefde. De agape liefde, de onvoorwaardelijke liefde van God. Die liefde die ten koste van jezelf gaat, om het zo maar te zeggen. Dan ben je niks anders als een schallend koper of een klinkende cymbaal. Dat stelt niks voor, zegt de Bijbel. Al ware het dat ik profetische gaven had en alle geheimenissen en alles wat te weten is wist. En al het geloof had zodat ik bergen kon verzetten, maar ik had de liefde niet. Ik ware niets. Soms dan pochen mensen van hoeveel geloof ze hebben of geweldige profetieën die ze hebben uitgesproken en het kwam uit. En dat is alles hartstikke mooi. Maar de Bijbel zegt, als het geen liefde is dat je drijft, als je niet in staat bent om in onberispelijke en onvoorwaardelijke liefde naar je broer of zus toe te wandelen, dan is het niks. Dan stelt het gewoon niks voor. God is niet onder de indruk. En de mensen ook niet. Dat is ook de reden waarom vaak mensen in de wereld de kerk hypocriet vinden. Omdat ze zeggen van alles, ze profeteren van alles, ze doen van alles, ze kennen de Bijbel van haver tot gort, maar staan niet op hun tenen. Weet je wel, er is vaak conflict. Ze hebben onderling ruzie. Kijk hoeveel splitsingen we hebben in de kerk. En er is altijd wel wat. Dat komt omdat de Bijbel zegt, het stelt ook niks voor als de liefde daar niet de grondslag is. Als de liefde niet de drijver is om dingen te doen. Al waren het dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde. Al waren het dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand. Maar ik had de liefde niet. Het baatte mij niets. Wow. Daarom zie je ook dat mensen die, denk aan die zelfmoordterroristen en zo, die denken dat ze het aan God doen, maar dat doen ze niet aan God, want dat is niet geen liefde, dat is niet liefde gedreven. Dus je kunt je lichaam laten verbranden, je kunt alles geven wat je hebt, maar als je niet vanuit liefde wandelt, als je nog steeds afgunstig, jaloers en noem maar al die dingen hebt, dan heeft dat geen zin, zegt de Bijbel. En ik weet, terwijl ik dit allemaal zeg, krimpt iedereen in één. Want we weten allemaal dat we het allemaal niet kunnen. En het lijkt een hopeloze situatie, hè? Amen? Of niet? Of ben ik de enige die er zo slecht voor staat? Maar, bear with me, hè? Blijf erbij, want ik ga jullie laten zien dat het wel degelijk mogelijk is. Dan gaat hij verder. De liefde is langmoedig. Geduldig. De liefde is goedertieren. Ze is niet afgunstig. De liefde praalt niet. Ze is niet opgeblazen, ze kwetst niemands gevoel, ze zoekt zichzelf niet, ze wordt niet verbitterd, ze rekent het kwade niet toe. Man, daar zijn we zo ver van weg, hè? Jullie kennen die spreuken, de laatste spreuken, dat gaat toch over de vrouw? En dan krijg je de degelijke vrouw en dan krijg je zo'n hele opsomming van wat een vrouw allemaal moet doen. En alle vrouwen die dat lezen, die krijgen kramp in hun maag. Denken, jongen, daar kan ik toch nooit aan voldoen. Nou, dat krijg ik ook als ik dit lees. Dan denk ik van, jongen, kwets niemands gevoel. Ja, maar hoezo dan? Moet ik dan alles slikken? Zoek zichzelf niet, word niet verbitterd. Ze rekenen het kwade niet toe. Maar ja, oh, hoe moeilijk is dit? En er staat er, zij is niet blijde over ongerechtigheid. Maar ze is blij met de waarheid. Alles bedekt zij. Ja, kom op. Alles bedekken zeker. Ja. Alles, de mantel der liefde. Maar weet je wel wat hij me gedaan heeft? En weet je wel wat hij geflikt heeft? Ja. Alles hoopt zij. Alles gelooft zij. Alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmer meer. Er is geen einde aan de liefde. Er is niks sterker als de liefde. En daarom vindt God het zo belangrijk dat we daarin leren wandelen. Want als we daar eenmaal in leren wandelen, zullen we nooit vergaan. Kunnen we alles aan. Amen. En toch is het zo moeilijk. Dan gaat hij verder. Maar profetieën, die zullen afgedaan hebben. He, alles wat we geleerd hebben, alles wat je hebt gehoord, elke openbaring die je hebt gekregen over God. Er zal een tijd komen dat het je niks meer geeft.
Tongen zullen verstommen. Kennis zal afgedaan hebben. Je kunt nog zoveel weten over God. Je kunt nog zoveel weten hoe het precies zit en hoe het precies moet. Maar als je niet hebt geleerd om in liefde te wandelen, heb je er niks aan. Heeft geen eeuwigheidswaarde. Want onvolkomen is ons kennen. Zie je dat? Onvolkomen is ons kennen. We denken soms dat we alles weten. Maar we weten heel weinig. Doch als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. Weet je, vroeger dacht ik altijd dat betekent dat als Jezus komt en er is een nieuwe wereld en een nieuwe aarde en alles is mooi nieuw en dan, weet je wel. Maar dat is niet wat daar staat. In de grondtekst staat er eigenlijk voor volmaakt, volwassen. Een volwassen man staat er letterlijk. Dus wat hier staat is dat als wij komen tot die volwassenheid, als wij leren wandelen in liefde, als we worden zoals Galaten 5, vrucht van de geest, als we worden als God, in zijn karaktereigenschappen gaan leren wandelen, als we tot die volmaaktheid komen, dan zal het onvolkomene hebben afgedaan. Toen ik een kind, zie je, daarom zegt hij ook, toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Dus die volmaaktheid gaat niet over iets volmaakts, dat gaat over volwassen zijn, volwassen worden. En er staat daar, toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was, want nu zien wij nog door een spiegel in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen. Dat dan is niet iets in de toekomst, wat een keertje hopelijk staat te gebeuren. Nee, dat is iets wat gebeurt op het moment dat je volwassener wordt. Dat is wat er staat. Dus Christus kwam als babytje op deze wereld. Op een nacht, wat we vieren met elkaar vanavond. Maar de intentie was om volwassen te worden. En meerdere broers en zusters voor te brengen. En dat is waar wij voor staan, dat we door die volwassenheid komen. En dit vind ik een mooie zin, hè? Hij zegt, nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Kinderlijk gedrag is afgunst, jaloezie, boosheid, al dat soort dingen. En dat moeten we afleggen. Dat is iets waar je voor moet kiezen om dat af te leggen. Waarom leg je dat af? Omdat je volwassen bent geworden. En er staat daar, Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. Je gaat jezelf ook beter kennen. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste is de liefde. Het gaat om de liefde en om de liefde alleen. Hoe kunnen we gaan leren wandelen in die liefde? Want het is natuurlijk mooi om te horen wat de liefde allemaal doet. Ze bedekt alles, ze gelooft alles, ze vergaat niet meer mee. Dat zijn allemaal hele mooie dingen, maar vanavond lig je weer thuis in je bed met je man of je vrouw. En je baalt weer van dit of dat, of onderweg snijdt iemand je af. Of morgen heb je misschien hoofdpijn en niemand moet aan je hoofd zeuren. En waar is dan die liefde, weet je wel? Hoe gaan we daar nou in leren wandelen? Voor degenen die wel eens de basiscursus hebben gevolgd van Harvest, die weten dat ik altijd die relatiecirkels gebruik. Hè? Dus dat zijn dan van die rondjes. En dan heb je het binnenste rondje. Dat is het kleinste rondje. En dat ben je zelf. En om je heen heb je dan bijvoorbeeld je man of vrouw, gezin en familie. En die kring wordt steeds groter. En wat we nou leren is dat wil jij in liefde wandelen naar je buurman of je buurvrouw. Wil je in liefde wandelen naar je man, je vrouw, naar familieleden, naar collega's, noem maar op. Dan zal het eerst beginnen bij jezelf. In het middelste rondje, daar begint het. En daarom zegt de Bijbel ook dat je kunt, als je jezelf niet lief hebt, kun je niet lief hebben. Dus je moet eerst de liefde van God ontvangen in je leven. Daar begint het bij. En dan wordt dit verhaal, wat we hier voorlazen, van langmoedig, goede tieren, niet afgunstig enzovoort. Dat wordt niet meer een prestatie. Dat wordt niet meer een goed voornemen van, oh, vanaf nu ga ik proberen om niet meer zo uit mijn slof te schieten. Die zocht ik. Weet je wel? Het zijn geen goede voornemens meer.
Het enige wat ik jullie wil meegeven vandaag als goede voornemen is: neem tijd met God. Neem tijd met Hem, want dan stort Hij zijn liefde in je uit. Een liefde die je verstand te boven gaat. Opeens kijk je anders naar mensen die je voorheen verafschuwde. Opeens denk je, God, toch wel leuke mensen opeens, weet je. Zijn ze opeens veranderd? Nee, jij bent veranderd, want Gods liefde is in je gekomen. En dat is een bovennatuurlijk ding. Dat kun je met je verstand niet eens bij. Yonggi Cho die schrijft in een van zijn boeken. Yonggi Cho is een bekende voorganger in Korea, Zuid-Korea. En hij schrijft dat hij op een gegeven moment door een huwelijkscrisis ging. En hij hield gewoon niet meer van zijn vrouw. Hij vond haar lelijk, zegt hij. Van de een op de andere dag, hè. Hij had er gewoon een hekel aan haar. En hij wilde gewoon van haar af. Ik vond het wel wat toen ik het las van hem, hoor. En dan heb je een kerk van een miljoen leden. Maar hij was eerlijk. En dan zegt hij van dat hij eigenlijk al stappen aan het ondernemen was. Hij zegt, hij kon er gewoon niet velen. Ook in bed, ze moest niet naast hem liggen en zo. En hij begreep het niet, maar wat gebeurde er? Hij ging naar God, hij ging bidden en vasten hiervoor. En dat is het beste wat je kan doen. Als je niet in staat bent om lief te hebben. Als je niet in staat bent om geduldig te zijn. Als je niet in staat bent om weet ik veel wat voor goeds voor te brengen. Ga naar God. Ren naar Hem. En Yonggi Cho die deed dat en hij zegt dan, de Gods geest kwam over hem. En hij zegt, opeens zag hij weer alles, al het goede van zijn vrouw. Hij werd weer smor verliefd op zijn vrouw. Het zijn geestelijke dingen. En Satan, die zal er altijd op uit zijn om je te verdelen. Die zal er altijd op uit zijn om je te wijzen op fouten en op dingetjes die nu niet goed gaan. Hier op aarde, dat is niet goed, dat is... die kerstboom, dat klopt niet, jongens, weet je wel. Allemaal dat soort dingen. Terwijl daar gaat het niet om. Het gaat erom, wandel je in liefde. Heb je ontvangen die liefde van God in je leven? En daarvoor kwam Jezus in de nacht... kwam hij in deze duistere wereld, zodat zijn licht zou schijnen. En het was die sterren die tot ver in het oosten zichtbaar was. Het licht kwam binnen. We hebben ervan gezongen. En zo wil God ook zijn licht in je leven brengen. En op het moment dat dat binnenkomt, je ontvangt dat en je begint daarin te ontwikkelen, dan zul je zien dat het alleen maar sterker en sterker wordt. En je gaat jezelf verbazen. Want opeens ga je anders reageren dan dat je gewend was om te reageren. En dat is niet omdat je zo sterk bent of dat je zo goed hebt voorgenomen. Nee, dat komt omdat Gods kracht in je leven aan het opereren is. Dus het begint met je relatie met God. Als je in liefde wil wandelen naar jezelf, dan begint het met je relatie met God. Maar wil je in liefde wandelen naar je man of je vrouw of je kinderen of naar je buren of naar je collega's of familieleden of noem maar op. Wil je daar in liefde naar wandelen, dan begint het ook weer met tijd nemen. Je moet tijd nemen om liefde tot ontwikkeling te laten komen. Bijvoorbeeld, als je met je man of vrouw een betere relatie wil hebben. Je wil daar in de sterkere liefdesband wandelen. Dan moet je tijd gaan investeren. En dan heb ik het over kwaliteitstijd. Dus niet dat je samen op de bank naar tv zit te kijken. Dan kan je uren naast elkaar zitten en geen woord zeggen. Dat soort tijd heb ik het niet over. Ik heb het over tijd dat je echt met elkaar spreekt. En dat je op zoek gaat naar de anders zijn of haar hart. En daarin vindt verandering plaats. Want dan ga je opeens dingen horen en zien en ontdekken die meer begrip gaan geven, waardoor er ook meer liefde komt. En dat geldt voor alles. Ik weet nog, jaren geleden werkte ik voor een organisatie en ik had een baas, een manager, directielid. En daar moest ik verantwoording aan afleggen. En deze man die was een verschrikking. Hij stond echt in de organisatie, ook bekend als een enorme manipulator. Iedereen was bang voor hem. Gewoon een hele vervelende man om mee samen te werken. Hij, erg dominant. En ik werkte voor hem. En ik heb dat een tijdje volgehouden, totdat er een dag kwam dat ik tegen God zei, God, ik kap ermee. Ik ga een andere baan zoeken. Die heb ik echt gewoon geen zin meer in. En ik weet nog dat ik toen de tijd, hè, ik praat over jaren geleden hoor, dat ik stappen ging ondernemen om een andere functie. Ik ging solliciteren, ik ging kijken.
En ik bracht het bij de Heer, maar ik wist dat dit niet Gods weg was, want God had me die job gegeven op een wonderlijke wijze. Maar ik had gewoon geen zin erin. Ik werd gewoon moe als ik er aan dacht. En wat zei God tegen me? Ga tijd met hem spenderen. Dat is het laatste wat je wil. Maar ga tijd met hem spenderen. En dat is het. Wil je dat liefde in je leven gaat toenemen voor een persoon? Voor je eigen man, je eigen vrouw, je collega of wie dan ook. Ga tijd met die persoon spenderen. En ik vond dat zo vervelend. Nou, nu wist ik dat hij tussen de middag altijd een stukje ging lopen buiten. Deed hij altijd alleen, want niemand wilde natuurlijk met hem lopen. En toen heb ik besloten, ik ga hem vragen of ik met hem mee mag lopen. Elke dag. Dat was gewoon echt, dat ging zo dwars tegen me in. Het liefst doe ik iets anders in mijn pauze, weet je wel, dan met hem te gaan lopen. En, maar ik heb gehoorzaamd aan God. En ik heb gewoon gezegd, oké, heren, als u dit wil, nou ja, ik snap niet wat hier nou het nut van is, maar ik zal het doen, weet je wel. En ik ben het gaan doen. En de eerste dagen dat ik met hem dus die pauze liep, dat was natuurlijk hartstikke, hij was het sowieso niet gewend dat iemand met hem meeliep. En dat was natuurlijk, je kon, waar moet je het over hebben, weet je wel. Dat was heel lastig. Maar omdat ik het bleef doen, elke dag, kwam er op een gegeven moment een gesprek op gang. En dan bleek dat hij ook een christen was. Weliswaar veel meer in de traditionele kerk. Maar hij geloofde in God. Hij geloofde in Jezus Christus. En we kregen op een gegeven moment een gesprek. En niet dat dan meteen alles veranderde. Maar ik merkte doordat die band er ontwikkelde, kwam er ook meer begrip en daardoor ook meer liefde. Nou, om een lang verhaal kort te maken. Op een gegeven moment werd dat zo goed dat ik ook veel meer vrijheid kreeg. En op een gegeven moment ging hij met pensioen. En toen tijdens een afscheidsrede heeft hij speciaal nog mij bedankt. Terwijl er zaten 1000 man in die zaal. Dat was een grote organisatie. Maar heeft hij speciaal mij bedankt voor de gesprekken. Terwijl ik dacht van nou, ik doe het voor God, weet je, maar hij heeft er niks aan. Maar door te investeren in tijd. Dus als je hier vanavond zit. En je denkt van ja, maar het is allemaal mooi hoor. Het kwetst niemands gevoel, het is niet afgunstig, enzovoort, enzovoort. Daar kom ik nooit aan, daar tip ik niet aan. Ik zou zeggen, begin tijd te nemen met God. Begin daar. Want hij is de liefdesbron. Als je je tijd neemt, daarom hè, volgende week gaan we vasten en bidden. Als je serieus tegen God zegt, heren, ik weet niet hoe ik het moet doen. Ik weet niet in welke houding ik moet bidden en ik weet allemaal niet. Maar één ding weet ik, ik wil gevuld worden met uw liefde. Hier ben ik. Vul me alstublieft. Doordrenk mij met uw liefde. Doordrenk mij met uw glorie. Dan zul je zien dat op een gegeven moment gaat God het in je bewerken. En dat gaat ten koste van jezelf. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Want toen ik met die collega ging lopen. Dat gaat ten koste van jezelf. Want het liefst doe je iets anders. Maar door te sterven gaat Christus in je groter worden. Zijn liefde wordt groter en groter. En je kunt uiteindelijk alles aan. En daarom voor jullie vanavond, heel praktisch, ga tijd nemen met God. 1. Neem tijd om jezelf te accepteren zoals je bent. Heb liefde voor jezelf. En dat bedoel ik niet in de zin van ego-tripperij, maar accepteer dat je bent zoals je bent. Met al je fouten en met al je goede dingen en slechte dingen. Accepteer het en dank God hoe God je gemaakt heeft. En dan zou je zien dat die liefde van God, die gaat dingen veranderen die eruit moeten. En die gaat dingen versterken die erin moeten blijven. En dat is die relatie met God. En het derde punt wat je moet doen, de mensen waar je meer in liefde mee wilt wandelen. En dat kan soms je eigen man zijn, je eigen vrouw, buren, collega's. Ga meer tijd investeren. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Tijd te nemen. En dan zul je zien door tijd te nemen, door kwaliteit tijd te nemen. He, dus niet dat je samen gewoon dingen doet en je spreekt niet met elkaar, maar dat je echt met elkaar in gesprek raakt. Dan zul je zien dat liefde gaat groeien en er komt meer begrip. En het allermooiste is, de liefde die God in je hart heeft uitgestort, in je leven heeft uitgestort, die gaat nu overvloeien naar de ander. En die wordt daarmee besmet, om het zo maar te zeggen. En zo gaat die olievlek, zo gaat dat licht, dat verspreidt zich. En dat is wat we vieren vanavond. En dat is wat er gebeurd is 2000 jaar geleden. En dat vindt nog steeds zijn weg. HGN, iedereen die daarbij betrokken is,
Ik zou zeggen van, maak het een feest dit komende nieuwe jaar. Elke keer als je bij elkaar komt, probeer geen protocol af te draaien, maar heb elkaar lief. Zoek naar elkaars waarden. Zoek naar elkaars behoeften. Kijk hoe je elkaar kunt toerusten. Kijk hoe je werkelijk één gezin kunt vormen in Christus. Want daar gaat het om. Waar er geen verschil meer is, maar dat het allemaal gaat om Christus en Christus alleen. Want we zijn allemaal broers en zusters van elkaar. We zijn uit God geboren. We vormen één familie. En dat is wat Jezus kwam doen. Dat is wat hij ook heeft bewerkstelligd. Tot slot. Als je nu merkt dat het in je relaties niet altijd botert. Dat het niet altijd lekker loopt. Je zult gaan zien op het moment dat je je laat vullen met de liefde van God. En je gaat gehoorzaam zijn aan wat hij zegt je te doen. Net zoals hij me zei van ik moet met die collega gaan lopen. Dan moet je een keuze maken. Dan zeg je oké, heren, ik ga dat doen. Ik ga ervoor kiezen om te wandelen in liefde. Ik ga kiezen om tijd te spenderen aan die persoon. Maar op het moment dat je dat doet, dan zul je zien dat God je gaat veranderen en veranderen en veranderen. En het leuke is, je wordt steeds plezieriger om mee om te gaan. Dus je gaat mensen aantrekken. Mensen die vinden het heerlijk om bij te zijn. Net zoals met Jezus. Mensen kwamen met de duizenden op hem af. Omdat er was geen veroordeling bij Jezus. Iedereen kon bij hem komen. Hij was een vriend van de zondaren, zegt de Bijbel. Mensen vonden het heerlijk om bij hem te zijn. En ze werden geïnspireerd door Christus. En datzelfde wil God door jou en mij doen. God wil ons allemaal veranderen dat we worden zoals Jezus. En dat is de reden waarom we kerst vieren. Hij is geboren in de nacht, hij is geboren in ons hart. En door de juiste keuzes te maken, door met hem te wandelen, door je te heiligen en te zeggen, Heere, hier ben ik, zul je gaan zien dat dat meer en meer en meer gaat worden in je leven. Amen? Laatste vraag. Gaan jullie het doen? Want dat is het belangrijkste. Je moet het doen, hè? Amen? Oké.